ben Van Olsvelaer. Ik ben sportverzorger hier. Al 32 jaar, dus dat is al een beetje. Hey. Ik ben hier feitelijk begonnen met Remo Jaspers. Dat was mijn eerste trainer. Dus ik heb al redelijk wat trainers versleten hier. Dus, en nu zit ik met Bob Peters hier. Jan Keulemans, we hebben het langste bij gewerkt, 15 jaar, 17 jaar. Ik doe verzorging, massages, tapen, de baden, materiaal mee help ik doen. Dus een hele boterham. Dus soms wat te veel, maar ja, daarmee helpt Jos mij. Dus, ja. En Jan, die gaat in het weekend gaat ook mee. Dus dat zijn twee materiaalmannen. Ik probeer het beste ervan te maken. Hè. Het is niet altijd lukt, maar toch, ik hoop zoveel mogelijk. Dus. Een batoer die controleert mee en die helpt, zegt dat bestellen, dat meepakken. Als de overname er niet geweest was, dan was Westerlo, had dan meer bestaan volgens mij. Dat was hetzelfde gelijk Lier, dat is ook overgenomen, dus ja. Maar nu is het, ik vind het toch beter, maar anders. Andere mentaliteit, dus ja. Ook van Fenerbahçe is er die impact en of hetgeen dat zij wisten van vroeger al, of van de club, is er mee naar hier gekomen, ook een deel. Hè. Dus we hebben ons moeten aanpassen en zij hebben hun ook aangepast. Dus, ja. Daar kun je alleen maar van leren. Hè. Ik sta nog altijd open, ik ben zoveel jaar, ik ben 66. Ik sta nog altijd open voor te leren, dus het is nu meer professioneler. Je hebt een physical trainer, je hebt een mental, dingen, mental coach hebben we ook. Dus een psycholoog. We hebben twee diëtisten ook, dus die het eten klaarmaken. Dus dat was er vroeger ook allemaal niet. Dan was dat boerenkool en stoomp en ja, worsten. Nu is dat allemaal ja, meer pasta, meer kip, yoghurt. Ja, want dat ding allemaal. Hè. Smoothies, ja, dat was er vroeger allemaal niet. Jarno Molenberg, dat was een speler van hier. Die zat veel op de wc. Op een bepaald moment hebben ze een oude wc gevonden. Dan trainen we daarachter nog. Omdat nu het kunstgrasveld is, hadden ze die wc langs het plein gezet. Als hij buiten kwam, stond die wc langs het plein en dan ging de trainer zeggen: als je naar de wc moet gaan, Jarno, kun je daar naar het toilet gaan, dan zet je er daar maar op. 6-6 tegen Genk, dat vergeet je ook niet meer. Hè. Genk was eerste klas en wij kwamen toen juist, nog niet lang in eerste klas. En 3 of 4 rode kaarten, die arbiter die had het zo smerig gemaakt toen. Want die hebben ze toen ook een tijd in tweede klas gezet. Dus als je je werk niet te goed deed, volgens die mannen van de bond, dan werd je een tijd in tweede klas gezet. Dus, ja. Familieclub. Familieclub, dat is niet weggegaan. Ook niet met de Turkse overnemers, dat is nog altijd gebleven. Dat vind ik het belangrijkste. En ik hoop dat dat ook zo blijft. He, ook als we naar eerste klas moesten teruggaan, ik hoop zo snel mogelijk, dan hoop ik dat dat zo blijft. Je moet ambitie hebben in het leven. He. Als je altijd blijft gaan, dan gaat je achteruit. Ik ben nu stilletjes aan, laat ik de kinesisten ook al iets meer doen. Dus ja, ik zit er nog graag tussen. Dus ik, dan ja, wil ik wel stilletjes aan iets minder. Dus maar ik zal kijken. Vroeger de vorige voorzitter zei, als je 65 zou, moet je stoppen. Maar hij was er zelf in de 70, als hem stopte. Dus, en hij wilde nog niet echt stoppen als de overnemers hier waren. Dus ja. Volledig weggaan kan ik niet doen. Als ik, zolang als ik goed ben. Dan kom ik met een fiets naar hier nog. Dan kom ik nog eens kijken of ik nog een beetje mag helpen. En dan rijd ik terug naar huis op een maxje.